volgende jaar, 20 januari, zit in Sollebeke. Op 7 februari in Waldegem. En we sluiten dat exact seizoen af op 17 februari. De Waasland Cross in Sint-Niklaas op het recreatiedomein De Ster. En ondertussen nog tal van andere klassementscrossen. We beginnen volgende week al in de States. Met de eerste wereldbeker. Dan zakken we af richting Overijse. En zo gaan we het seizoen verder. Met uiteraard de piek. Richting de kerst- en de nieuwjaarsperiode. Waar het bijna alle dagen cross is. En dan uiteraard ook de kampioenschappen. Dit jaar in, of dit seizoen in Meulenbeke. En de wereldkampioenschappen in Tabor, in Tsjechië. Eén minuut voor de start. 1 minuut voor de start. Laatste minuut voor we van start gaan. Met onze Pima en Tros. Dus alle oversteekplaatsen even dicht houden, zou ik zeggen nu. En ik herhaal dat het start wordt gegeven met het fluitsignaal. We wensen alle renners veel succes toe op Chamos à tous. Nog 30 seconden. 30 seconden nog voor de start. Nog steeds aan de leiding, even de nodige ademhappen om eraan te beginnen. Daar is het klimmige blazen en gaan ze dus die flank van de Avonturenberg niet helemaal tot bovenaan. Hoe kan dat de volgende achter ons en ook ze hebben dan die technische afdaling. Timo Nijs, Toon van de Bos, Laurens Zweek, Lars van der Aar, die denkt bij zichzelf, we gaan er onmiddellijk een patat op geven. Versnelt daar op die eerste hellende vlakte is Toon van de Bos in het zof en vliegen terecht uit de zetel nog maar net binnen. Onmiddellijk naar buiten gaan kijken naar die technische afdaling. Willy, ik denk dat ze alle momenten aan die afdaling hebben. Ja, inderdaad. Zie ze, komen hier naar boven. En we beginnen aan die afdaling. Die er toch wel een mooie afdaling op het parcours. Een mooie afdaling met Lars van der Aar aan de leiding. Lars van der Aar, Laurens Zweek. Dat is de man aan de leiding. Dan hebben we Toontje van der Bos. Dan hebben we Michael van Koerland. Dan krijgen we Riet van der Putten. Jens Adams, Ryan Kamp. Dan hebben we Kevin Kuiper, Stiebo Nijs, Emil Verschringen, Mietz en Meesen. Dat zijn ze allemaal aan. Een paar is ook al wat opgeschoven. Die bron aan. Dan hebben we een andere loop. Die zien we daar ook. Ja, toch wel al wat verschillen die gemaakt zijn. In deze fase. We zijn trouwens nog even opgevallen als we van die beklimming hier beginnen. Die gaan we aanvallen met nog altijd dezelfde situatie. Lars van der Aar aan de leiding. Lars van der Aar aan de leiding voor
Laurens Week, Tom van der Bos, Maarten van Toerland, Niels van der Putten, Jens Adams, Ryan Kamp, Gerbert Kuipers. Dan hebben we Tim van Rijn, Semi Verschrieuw, Jensen Beense. Het gasendeltje is volledig overgedraaid hoor. Kijk hier naar boven toe, naar dat stukje, naar de rectafietszone. En Lars van der Aan meteen proberen aan te vallen. Kleine kloof, Lars van der Aan. Ja, de anderen moeten even passen hoor. Lars van der Aan ontketen naar boven toe, Lars van der Aan. Hij zal toch wel leden al nemen aan mijn roepen is. Wat een geweldig daar in de achterhoring trouwens op de auto. Denk ik die daar tegen de vlak deze aanhaling. Maar vooraan Bart van der Haag, alsof hij de pedalen niet voelt. Met een raket omhoog op de bank. Al natuurlijk met een 0 in de afdaling. Dus die stond er van exact onder andere. Dan heeft hij toch een klein kloofje van boven geslagen op de achtervolging. Met Toon van der Bos, maar dan Toerenhout, van de Putten en de Kuipers. Dan ook nog weg. Daar waren we zweet. En hier is het niet, denk ik, jullie die zijn start. Wel wat je hebt is van de Putten. Daar waren we niet meer rechts tot 10 verlopen. Maar kijken of hij het stelsel maar kan inhalen. Wat een druk dat onmiddellijk als van haar uitvoert. De stap is hier niet, deze maar als het er niet voorbij komt, dus stoppen we deze stap. We hebben het gevoel dat we een vrienden doen verloren hier op dat parcours. Het alles is in de hele kijk nu hoe het verder verloopt in deze beginfase. We zitten nog altijd in de eerste ronde hoor. Eerst erom, we zijn een goede 15 minuten van de lucht van de openingsronde aan een tijd van 5 minuten en 30 seconden. Dat is pas van de avond twee dingen aan de ronde. Ja, dat is dus, daar gaan we het eens op kijken hoor, het gaat worden. Dan gaan we de serieus van de ronde van afval in de rug voor de vertrouwelijke oktober 5. Met z'n allen naar recht op 9 uur. De grote allemaal mooi om met de kids even op hier te komen, even meningen en de mensen zitten te bezoeken met het Mijnmuseum van alles. En de mama's die hebben dan ook uiteraard nog de winkels. Gerben Kuipers, ja, dat is de revelatie van vorig seizoen. Hè. Die gaat hier even de tegenaanval met een gezicht in. Gespannen op dit moment, even verstrengen daar mooi in beeld. Die Bonijs ook, tegen Omar, dat zijn jongens en Elisabeth blijft voorlopig daar wat hangen. Rond een 14e de plaats moet dan zijn voorlopig. Terwijl nu al terug uitstap voor de technische afhaling. Ja, inderdaad, we zien dat van Omar, maar die gaat bijgehaald worden hoor. Dat is maar een paar meter te voorsprong weer door Lars van der Haag, de Nederlandse kampioen. En die wordt achteraan gezeten door de Nederlandse kampioen. Dan is er Asima Koortje toe, die naar dat wiel probeert te gaan van de Lars van der Haag, dat is Brian Kapp, Laurens Week, Michael van Toerland, Tom van der Bos, Pieter Mens, Niels van der Putten, dan hebben we Jens Adams, we hebben
Ik heb vooraan, ze gaan een zijdebeker begrepen dat
achter Tube blijkbaar was de problematiek voor Gerben Kuipers. Dankjewel aan de juryleden vanuit de materiaalpost Bronze Radio Tour van Cycling Vlaanderen. Ja, inderdaad. Ook in het Crossgebeuren Radio Tour. Pim Ronaar. Ah ja, probeert dat groepje mee op sleeptouw te nemen. Wil ja, toch wel wat beweging in dat groepje krijgen. Het blijft erop op dat groepje. Bij elkaar wil lijn, maar nee hoor, er wordt serieus doorgetrokken. Met die afdaling nu, hier beneden, gaan ze hier terug voorbij komen. Hier aan onze commentator is hier achteraan. Met Laurens Zweek, die daar probeert weg te geraken. Laurens Zweek, komt vorig jaar goed seizoen. Ja, we krijgen hier nog een beeldje. Ja, Elisabeth, we zagen daar straks op training ook. Ja, dat klopt, want anderen stonden daar aan kijken. En moesten ze wel lachen. Daar bij training en herkenning. Jullie is een doodsvraag. Dat iedereen daar op die afhalen. Wat we anders. En dan gaan we daar de verkenning komen. Even een minuut tot buiten. Kijken hoe ze de kinderen gaan aanvallen. Met de alles die in de aangeven. Op zijn eentje. Paar meter voorstand. Op Pim Ronaar. Op Marco van Toernal. Op Ryan Kamp. Op Elisabeth. Op Nico Nijs. Op Toon van der Bos. Lars van der Aar. Mitsen, Meesen en Landeloos. Dan krijgen we nu eens op de punten. Met de inzaal. Patiënt en Meesen. Ja, het zoenen. Arme Maas. Huh? Van allemaal. Alles in de handen van der Aar. Kijk hier. Hier heb ik het wel op de punten. Dan is het wachten op inderdaad Gerben Kuipers toch. Die pech die hij kende had een goede start hoor, want hij bracht het groepje terug tot bij Lars van der Aar, de eerste aanvaller van de dag. Van de ongeveer de zwaarste aanleg van drie andere Belgen waren van 77 bedekt. Ik kom maar in aantallen van Ryan Zweek, Michael van Toenhouten. Ja, ja. Risico vol deze Ryan Kamp dan uit Tubo Nijs. In onze eerste achtervolger vindt zijn goed plaats vooraan. Toon Duwen met Ryan Zweek en weer Michael van Toenhouten. Ryan Kamp die daar en zo naar de weg ging maar. Volgende technicus als ze zijn. Mee naar beneden. Timo Nijs met zijn technisch talent. Zorgt er ook voor. Met gitaar vloog. Maar ook in eigen volgens de kijkjes. En zo krijgen we, denk ik, terug per samensmelting. Vooraan een toch een belangrijke groep. Alles op een koord, zeg maar. Met hier en daar een sterk verschil. Kamp, die was op de Kijk, dat is een beetje wat. Ben Kamer.
dat kost wel allemaal toch krachten. Ja, dat is de verstand krijgen van de goede volks onder andere. Gedaan zoals we dat thuis met onze fiets, als we naar school gingen, de fiets helemaal opgedraaid om de ketting er terug op te leggen. Ja, de fiets moeten er omdraaien. Respect voor Eli Iserbin, land daarmee bij Jens Adams. Denk met Tom Eusen. Ja. Ook hij is er uiteraard weer terug bij, land daar in de buurt van Tom Eusen. Eli Iserbin. Nu beeld van Gerben Kuipers, maar even snel door beeld en afdien naar de technische afdaling, Willy. Ja, inderdaad, we zien ze daar boven verschijnen en dan die afdaling aanvatten. Dat komt toch wel, als je hem vraagt, toch wel. Een serieuze val daar in die afdaling. Het zijn voor Ryan Kamp om de gas helemaal open te draaien met een ploegman. Kan je nog niet vertragen? Ik kan dan eens goed kijken wat daar gebeurt. We krijgen daar, ik denk, Toon van der Bos met één linker been uit de pedaal. Blijft met het andere pedaal aan zo'n paaltje hangen. Gaat daar los onder de radar door. Nou, is Wink daar een duidelijk met de over en nog een aantal andere constant aan de leiding. Is dat zeker in zijn game daar in die afdaling? Kon je niet vermijden hoor, dat was echt onmogelijk. Ja. We hebben gehoord dat er drie delen in de tweede rond gingen. Het zijn acrobaten op de fiets, dat zeker. Kijk wat er nu gaat gebeuren, want dit trekt toch wel een verheffende veranderde wedstrijd. Ook iets met een afwet van de Iserbin, de ketting en dan die opmaatrij van Toon van der Bos met de oude zweek. Dat is toch even bekomen. Daar met die val, dat denk ik dat er ook in de wedstrijd die kan blijven. Dat is zo, want die vrienden zien jullie dat de mensen zijn vertrokken. En die zijn gelijk, die zijn van Toon van der Bos. Ik ga het niet overnemen. Dat is af. Dat is zo wat tijd. Ik heb het kamp natuurlijk voorlaten.
We gaan naar vier koplopers, Willy. We gaan Lietse-Meeuwse Ryan Kamp aan het bezoek krijgen van Laurens Wijk en Timo Nijs. Ze gaan met z'n vieren samen smelten, daar met Nijs. Aan het gezelschap krijgen van Michael van Toerenhout, inderdaad. Excuses, Michael van Toerenhout en Timo Nijs. Nu vlot de afdaling. Maar dan zal er toch wat schrik in kruipen bij sommige renners natuurlijk. Ryan Kamp aan de leiding. Ryan Kamp. Dan hebben we Thibaut Nijs. Dan hebben we Michael van Toerenhout. En dan Ritse Meeuwse. Mensen vieren. En we gaan de chrono even inderdelen. We gaan de chrono doen. Op een aantal seconden, dat zijn er 6. De echte Michels. Een seconde verder hebben we Randeloos. Op 10 seconden hebben we Lars van Na. Dan is er een grotere kloof nu. Kijken nu naar wat de mannen die eraan komen. Dat gaat al later starten van
gaan kijken als ze straks voorbij komen hier bij ons van onze commentaarpositie. En dan gaan we meteen zien hoe je stand van zaken zit. Want dan zijn we alle trots. We hebben nog 5 ronden te gaan als we hier voorbij komen. 5 van de 4. Met Brian Kamp, met Maarten van Toerland, met Lars van der Haar, met ook Lander Loops daarbij. En dan moet dat iets mis zijn, zeker. Zijn er zes vooraan? Ja, maar normaal ga je bruiden kijken, Willy. Doe de knieën bij. De eerste zijn zo hier goed, dan moet je de klein nu vallen. We kijken verder naan de wedstrijd. Met dus nog altijd 3 koplopers in de easy league met de nodige pergelbalans te rekenen. Het lijkt wel een letterlijk een mijnwerk. Als je naar het gezicht kijkt van Eli, krijg je dan een vertragende vleergave. Heeft hij daar nu iets voor gehad? Nee, ging nog relatief vlot. Daarom die gevaarlijke, wel toch moeilijke afdaling. Technisch gaat hij ook naar die omvangrijke groep rijden. Dan worden dat 7 leiders, denk ik. Ja, inderdaad. Zijn met zussen. Eli Isaac gaat proberen. Zijn wagonnen zijn aan te pikken. En dan ziet hij terug voorop in de wedstrijd om misschien naar een derde op een volgende zege te gaan. Het is allemaal nog zeer vroeg dat we dat zeggen, maar het kan zeker vast. Hij zat even met die materiaal terug in een voorpositie, maar daar kwam die bal van Thomas Roslaar, Zweken en anderen. En ja, dat sloeg het in en het viel volledig uit elkaar. Ik heb ook al wat hem in de start gehad, hoor. Dat moest hij wel goed maken. Dit is de tweede zware inspanning voor Eli Isebiet om terug te komen. Dat zijn natuurlijk kartoesjes die hij misschien op het einde tekort gaat komen. Kijk eens, op dat hellende strook gaat hij, of geeft hij daar toch al op blijk van om die kloof te gaan dichten. Ook trouwens zoekt het daar op een iets zwaardere versnelling onderaan. Op het onderste deel. Is dat die Bonnes die daar aan het schudden is? Ik denk het wel, hoor. Die Bonnes is aan de boom aan het schudden. En het is enkel of het niet is waar een kamp die kan volgen. Inderdaad, waar je een kamp. Maar dan komt Donald die moet de kaartje laten. Die Bonnes en waar je een kamp. Wat zijn de twee rollen vooraan? Ja?
En voorstelling van Thibaut was dat? Ja, ik kan ook nog op de pilot. Ja, dat is de volgende Thibaut. Dan krijgen we hier Michael van Toenhout, de Europese en de Belgische kampioen. Dan gaan we hier Elisabeth al krijgen. Ja, Elisabeth. Die is mee, ze hebben de hoge klas van de raad. Elisabeth. En al de bloks, voilà, klimmen maar omhoog aan dat nieuwe stukje van het parcours. Waar ze dan bovenaan een paar keer draaien en dan die technische afdaling. En niet ineens met de Martelons in het wiel van Elisabeth. Elisabeth op die hellende stroken proberen. Ik denk heel goed kijken van deze gaan richting de technische afdaling. Komen eraan in die afdaling met Michael van Toernout en Thibaut Nijs. Michael van Toernout doet ontzettend schoenen. Kom aan, Thibaut, kom aan! Ja, de water. En die zet ik naar Rappel voor risico en aanval van Michael van Toernout. Thibaut Nijs die even moet passen. Dan in Riesemien, Witse Meese, Latte Roos. Uiteraard de weergave, het is om schrik van te krijgen als je ze naar beneden ziet gaan. Thibaut Nijs links in de rijrichting, rechts in de rijrichting met één voet uit de linkerkant, de linkervoet. Michael van Toerenhout dat achterwiel net niet uitbrekend, heel huis beneden. En we vragen die stuurt nog even op de letter die voor ons hier in de klimming. Michael van Toerenhout zet door Thibaut Nijs met een kopje klein en een klein geklikt. Hij doet het ook. 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 Hij doet het ook.
erbij inderdaad. Loops als eerste bij dat viertal, dan ook Lars van der Aan. We zijn terug met z'n zessen. We zijn terug met z'n zessen. Zes koplopers boven of bijna boven, zeg maar, op de avontuur met Michael van Toerenhout, Timo Nijs, Amy Wiesbiet, Wietse Meus in de wedstrijd van deze nog jonge kerel. En daar ook nog bij Lars van der Haan. Zo, even op de allemaal. Dan is het de van de sport. En dan komen we, denk ik, dan die bocht van de Netlaan toch ook al bij de dat is de box van Ajax. Daar ging hij onderuit tussen de spandoeken. Van Kovenis, dat was daar alleen goed door. Zes koppers met 7-3, de grond op de rij. Ja, dat is spannend door. Ze maakten daar de twee ploeggenoten. Tom van der Bos en Elise probeert hij. Ze gaat daar naar de buitenkant. Ja, probeert hij. Elise ziet de tempoversnelling. Maar hij staat dat niet gebeuren. Wil van Aan zit er in die afdaling. Die afdaling komt er weer aan. Er is het zoeken naar een goede plaatsje. We gaan ons buiten posteren. Ja. Brian Kamp, metertje per metertje terug dichter naar die koproep. Ook dik in orde. Gerben Kuipers die daar in die hoopreeks plaatsen. Helemaal aan het stik. En dan nu de technische afdaling door. We wachten, we komen eraan. De afdaling gaat wel gaan beginnen. We zijn eraan begonnen met Timo Nijs aan de leiding. Timo Nijs. Kom aan, kom aan, kom aan. Dan Helene Isepik, dan Lars van der Aan, dan Michael van Toerop, dan de Loops en Wieter Meeser. Timo Nijs. Heeft die afdaling goed verteeld? Wieter Meeser hier in die zesde positie. Achter Lars Loops. Probeer wat afstand te nemen. De vier proberen wat afstand te nemen. Twee mannen van de Bolwaanse trekluiders en twee mannen van de Paulsaus op inkoopboog. Met ook Ryan Kamp die alles aan het doen om toch in 2 minuten dichter te sluiten.
Dan hebben we hier Emiel Verstringen. Goeie team, goed gaan, goed gaan, Emiel. Wat dan? Die voor de beklimmingen, de zijde met zijn zussen. Die voor Nijs. Arne Waas zien we hier, Victor van der Putten en Jens Adams hier ook in die beklimming. Bovenaan, nog altijd dezelfde situatie met Timo Nijs, Elisabeth, Lars van der Aan, Maarten van Toenel, Rattenroos, Witsemezen en kort daarachter hebben we dan Laaienkamp. Jongen, zo zagen we ze ook op het scherm. De helling van de handel hier bij het hele Hoornvallen. De driepalde op de diep zou hier in de buurt dat ze die zwart gehouden boven met de renners. Terwijl we zijn richting het tweede luikje van het parcours gaan richting de Oktoberfest. De feesthal die daar nog twee staat hier tot en met 9 uur deze avond. De publiekstent met DJ en de Hannes Jantjes van het Tiberijs. Richting. Niels van der Putten, voorlaatste ronde. En dan kregen we normaliter Laurens Zweek. Maar die lijkt mij even achterdraaitje op. Hier ondertussen Jette Nikkels. Ook hij had al zijn deel van de pech. Het is het de renners die heel veel pech hebben gekend die nu voorbij komen. Terwijl achter we opnieuw naar die afdaling gaan. En Elisabeth probeert te versnellen.
maken. Maar ik ga van Toerenhout, of van Van Toerenhout, dat is niet meer in het wiel. En dan blijven we weer de technische afdaling. Inderdaad, we zien ze komen. Met Eli is er weer daar in die afdaling. Met Michael van Toerenhout in zijn spoor. Dan komt die Bonnes, dan komt de Witse Meusen. Dan komt Laf van der Aar en dan Landerloos. Eli is er weer. Ja, en het gaat zo opgelaten door Michael van Toerenhout. En dan gaat Nijs op Meesje moeten gaan reageren op Loots en Van der Aan. We gaan kijken, en hij ziet dat gevaar in. Hij ziet dat gevaar in en die gaat nu voorbij Michael van Toerenhout. Hij heeft toch nog altijd in de positie op 1 meter afstand. Hij heeft dat altijd gevolgd door Kevin Kuipers. Wat zien we voor die 10 meter afstand? Kijk, is dat toch een serieuze beklimming die ze onder de wielen krijgen geschoven. In ieder geval krijgen we hier toch de hele Iedereen. Het is een voorsprong op Tipo Nijs, Michael van Toerenhout, Witsemees, de last van eraan, Landerloos. Die voorganger. En hier komt Ryan Kampen, die blijft op die plaat mee met de handen. Zeer sterk hoor, kinderen aan de bovenzijde. Richting het hoogste punt met Elisabeth, Thibaut Nijs. Marco van Toenal, Vincent Meese, Lars van der Aar, die probeert naar dat die van Meese te gaan, Landerloos. En Ryan Kamp doet er ook alles aan. Hij heeft een Kuipers komt wat in de versluiter bij Ryan Kamp. En bij het aansluiten van de Thibaut Nijs bij de Elisabeth, derde stijgt Marco van Toenal, maar de mannetjes gaan over door Lars van der Aar met de hoogte. Daar op het einde van de hoogste punten die ze aangenomen in deze verfrissende ronde. Die met ochtend of middag soms op de lijst zien, omdat het deze kampioenschap pas voor een aantal jaar 2026. Goed begin, dan dat de parcours van de loop steken. Laatste sterke van de kop trok. Dus nog steeds met zijn zin onderweg. Maar de kant om hier om 9 seconden te rijden, op 14 seconden. Ademaar kan bocht. Daar komt Elisabeth goed op, maar allemaal van het groen. Als dan laag, dan gaan de toppelaars spannen op de knoop met 6 potentiële winnaars. Ja,
Lars van der Haag, Michael van der Roerhout in het midden. Dan krijgen we Timo Meijs, Eli Iserbiet. Rietse Neuselander loopt, zit die volgorde gaan ze terug klimmen. De eerste klimmeter, de laatste klimmeter zeg maar van die flank. Wel van Turenberg, Ryan Kant en Gerben Kuipers. Sluiten voor ons nog niet volledig aan. En als Lars van der Haag gaat doortrekken, kijk eens aan wat die blik. Heel gefocust voor zich uitkijken daar. Veel wattage ontwikkelen, de monden gaan open. Gerben Kuipers op, met de mond Wijnwald open. Ryan Kant met misschien wel een pijnlijke valpartij. In het zochtland, Gerben Kuipers, maar gaat het niet gek lang meer duren. Alvorens voor de laatste keer die gevaarlijke afdalingen van wie? Ze zijn er aan begonnen die laatste keer die afdalingen. Kijk je, met de mannen zij aan zij, Lars van der Haag, Michael van Koenland, Timo Nijs, Eli Iserbiet. En kijk je nu. Oh, Iserbiet, dat was precies een gevolg dat dat daar naar beneden kwam. En Lars van der Haag aan leiding voor Michael van Koenland, Timo Nijs, Eli Iserbiet, Rietse Nederlander loopt, dat is de top 6. En Gerben Kuipers met Ryan Kamp, kijk je voor wat ze maakt zijn. Kunnen ze nog aansluiten? We hebben die 6 daar vooraan. Kunnen ze nog in aanmerking komen voor de overwinning? Het is even wachten. Kijken nu naar die beklimming die er weldra gaat aankomen. Misschien allemaal eens tussen de beklimming die er aankomt. Dus alle oversteekplaatsen moeten dicht blijven nu. Dan al voor de veiligheid van de renners. Hier krijgen we ze. Met Lars van der Haag, Michael van Koerland. Oktober, daar kan je ook met z'n allen gaan. Van het veld krijgen.
De volgende die met de baas op goed dan. Ja. Ik ben hier.